2000 planten onder de grond. Hennepkwekers hebben gewoon hun gang kunnen gaan op dit stuk grasveld aan de Erikaweg in Zeist. Tot gisteren. Als de politie een melding binnenkrijgt over een wietkwekerij in twee caravans, gaan ze hier kijken. En per toeval stuiten ze op deze ondergrondse wietfabriek, waarvan de ingang in een hondenhok zit. En er zat ook een hond in. En, nou, er zat een luik wat toegang verschaft tot de hennepkwekerij. En de toegangs... gat is eigenlijk de weg naar een lange tunnel. Hier zijn we aanbeland bij het terrein waar de kwekerijen verstopt zijn. De kwekerijen konden bevoorraad worden door een lange ondergrondse tunnelbuis. Achterop zie je dat de kwekerijen van bovenaf opengemaakt zijn. En ook vanaf die kant ontruimd, wat ook heel lastig was en moeilijk. Ja, het is een oud recreatieterrein en staan nog vervallen caravans en restanten ervan. Dit is de motorruimte. Hier staan twee gigantische grote dieselaggregaten die de kwekerij van alle stroom voorzag. En er zijn twee immense apparaten. Staat die, dit is ook helemaal onder de grond. Dus ook dit is allemaal uitgegraven en goed verstopt. Rechercheur van Emden staat te kijken van deze ondergrondse kwekerij die technisch knap in elkaar zit. Dit is vrij opmerkelijk omdat het een vrij professionele kwekerij is die ook helemaal zelfsupporting is. Dus het verpakken van de gedroogde henneptoppen tot aan het kweken van de stekken. Alles gebeurde eigenlijk in eigen beheer. En alles, zowel een eigen watervoorziening en ze hadden ook een eigen stroomvoorziening. Dus ze waren ook nergens van afhankelijk. Vermoedelijk is de kwekerij nog groter. De politie heeft de hulp van Defensie ingeschakeld die het hele terrein nu scant.